De campagne is al een tijdje bezig, verkiezingscampagne. Waar blijft het thema klimaat? Hm. De kans dat het opduikt is ook nog klein, denk ik. Als je naar de programma's kijkt, dan staat behalve bij groen natuurlijk, dan komt klimaat nauwelijks voor. En we weten uit onderzoek dat klimaat ook bij de kiezer niet helemaal bovenaan staat. Integendeel, bij de latere. Be be bezorgdheden. En wat je voelt, is hier in het klimaat, vind ik, zie je hoe de tijd veranderd is op vijf jaar tijd. Ja. Overspoeld door helemaal andere bezorgdheden die uh, urgenter voelen. Die voelen alsof we ze nu, we er meer greep op krijgen. Ook omdat uh, ja, klimaat lijkt wel te groot geworden. Het is mondiaal, het is globaal, het moet daar op die schaal aangepakt worden. En uh, op dit moment zijn er toch bezorgdheden die we liever heel dicht bij huis we aan het organiseren zijn. De krant heeft daar heel veel aandacht voor gehad. Hè? Zeer zeker. En de voorbije, de, het, het rare is, de voorbije, jaren hebben we nu echt wel, de voorbije vijf jaar hebben we nu echt wel de impact van de klimaatcrisis kunnen ervaren. Ook Overleef. wij zelf, in al die ja. hete zomers en door wateroverlast. Enzovoort. Maar je merkt dat uh, de, de, het ook politiek behendiger is aangepakt, dat moeten we toch ook wel aangeven. Die bezorgdheid bijvoorbeeld over migratie, dat rechts en uiterst rechts er beter in geslaagd zijn om daar ja, een groot existentieel thema van te maken. Rechts is erin geslaagd om klimaatangst weg te lachen als snowflakes die nergens tegen kunnen. En om migratieangst in het centrum van het debat te brengen. En bovendien zijn ze er ook nog eens in geslaagd om hun oplossing voor die migratieangst in het de debat te schuiven. Dus We zullen het er zo meteen nog over hebben. En je moet wel aangeven, centrumpartijen zoals CD&V, de Christendemocratie in Europa, EVP, die hebben de voorbije half jaar hebben ze echt wel de bochtweg van klimaat genomen. Ja, klopt. En... Akkoord, meneer. Uh, meneer Meijer, de bocht weg van het klimaat? Nee, dat, ik vind dat wel, uh, wel, wel uh, iets te straf geformuleerd, als, je kijkt, als, ik, als ik dat mag zeggen. Als je kijkt naar hoe jullie staan in de landbouwprotesten ja? en hoe je EVP, maar ook CDV die aangenomen hebben om meteen een pleidooi te doen tegen klimaatmaatregelen of tegen natuurmaatregelen, natuurherstel, uh, dan kun je niet anders uh, ervaren als burger en vaststellen ja, dat er. Dat jullie heel hard op de kar van de tegenbeweging gegaan zijn. Het is niet omdat je tegen bepaalde maatregelen bent dat je tegen een oplossing bent. Daar ligt het verschil. Als het over landbouw gaat, moeten we allemaal vaststellen, en ik mag dat met trots vaststellen, dat wij de meest duurzame landbouwers hebben van de wereld. Je hebt tien koeien in India nodig om de melk te produceren van een Belgische koe. Twee keer zoveel CO2-uitstoot van een koe uit Ierland of uit Argentinië dan hier in Vlaanderen. Wij zetten enorm inno op innovatie en technologie. We hebben ook wel in ons verkiezingsprogramma duidelijk gemaakt dat wij ook geloven in het eco modernisme, niet als een vorm van de technologie zal alles met een toverstok oplossen, maar we geloven wel dat je via innovatie als iedere landbouwer in ganz de wereld even innovatief zou zijn als die hier bij ons, dat je meer kan oplossen. Ja. Hetzelfde met kernenergie. Ook daar daar ik zou niet weten waarom dat we daar de bocht moeten nemen weg van kernenergie. We hebben kerncentrales, ze functioneren. We hebben bij TCK in Mol de expertise in huis. Waarom zouden we dat van ons gaan afduwen? En dat uh, de groene maar, partij daar andere standpunten in heeft, natuurlijk. fine. Maar, maar dat, dat betekent daarom al... niet dat wij... Daar bent u zelf, zelf, zelf ook vond. in veranderd, in vergelijking met vijf jaar geleden. Ja? Ja, toch? ja, absoluut. En ik vind als partij dat we nog meer de nadruk leggen op uh, wat innovatie kan betekenen. En vooral, ik ga niet mee in het schreeuwige verhaal van we hebben nog twee jaar en dan is de wereld helemaal omzeep. Is... Met alle respect, probeer op die manier campagne te voeren en iedereen loopt van u weg. En dat hebben de groene Partij alleen ja. maar gaat zichzelf te ja, uh, Je wijst naar de evolutie bij de partijen. Zou het kunnen dat de mensen ook gewoon andere zorgen hebben? Zeker. Ze hebben die zorgen die dichter bij hen liggen omarmd. En er is ook wel die uh, de bezorgdheid om het onmiddellijke, om koopkracht, om energie. Heeft ook aangegeven hoe fragiel de systemen zijn en hoe oorlog in Oekraïne, hoe fragiel het systeem is en hoe, hoe moeizaam het is om, om eraan te morrelen. En dus de gedachte van vijf jaar geleden, dat als je de trein van de transitie in gang duwt, wat ook de Europese Commissie heel hard gedaan heeft. Mm -hmm. Om je economie te hervormen, dat die trein vanzelf zal gaan rijden en dat die snelheid zal krijgen en dat het zal gaan. En zo, zo gaat het duidelijk niet. Goed. En dan...